welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Punch. En in dit programma bespreken we natuurlijk weer het wel en wee in het leven van de echte ringsporter. En natuurlijk ook de eventuele influencers. Want we hebben vandaag ook weer de speciale Golden Edition, oftewel de Boxing Influencers. Aan tafel hebben we speciale gasten, namelijk de man die het allemaal bedacht heeft, Melvin Manhoef. Daarnaast hebben we Marijn Murf, oftewel DJ Brooklyn. En daarnaast hebben we de Competition Man, oftewel Kwaza Toelis. Heren, welkom. Goed dat jullie er zijn. Hoe gaat het met jullie? Ja, met mij gaat het goed in ieder geval. Met hun blijkbaar niet. Bescheiden ziet de mens, hè? Ja, echt zo bescheiden. Even beginnen bij Kwaza. Je doet mee aan de competitie, hè? Zeg maar het eredivisie van het kickboksen. Nu zit je aan tafel, nu willen we alles weten over je. Ja, nou, ten eerste, ik ben nu goed aan het voorbereiden, aan het trainen. Er zijn veel wedstrijden op de planning, dus we moeten fit blijven. Dus nu vooral aan het trainen en goed mijn rust pakken. Hoe houdt het lijf een beetje? Want ik kan me voorstellen dat het soms best wel pittig is om de twee weken weer te moeten vuren, zeg maar. Ja, klopt. Ik ben gelukkig nog jong, dus de blessures die gaan ook wel weer snel weg. Hoe oud ben je? 23. Wat een jonge god nog. Yeah. Toen ik 23 was, ook alweer eeuwen geleden. Ja, klopt. Oh. 23, mooie leeftijd. Mel, even wat kan jij over Kwaza zeggen? Kwaas is gewoon, van alle jongens daar is hij ook een van de talenten. Kijk, ik heb natuurlijk een paar jongens geselecteerd. En eigenlijk zijn ze allemaal talenten die ik heb geselecteerd. Hij weet zijn reach heel goed te gebruiken. Hij weet gewoon... Lange ledematen heeft die man ook, hè? Hij weet echt zijn reach te gebruiken. Hij kan op de thighs staan, hij kan gewoon echt kickboksen. Clinchen kan hij, weet je. Dus hij is wel een hele complete vechter. Dat is wel hartstikke leuk. Ja. Snap je? Dus, en ook omdat hij zo jong is. De goede om dat mee te maken, ja, je hoort wat ze zeggen, de continuïteit, dat is gewoon top. En daardoor zie je jongens gewoon verbeteren. Ja. Dus, en dat vind ik wel heel vet. Ja, het is altijd zo van, je weet nooit bij hem wat er gaat komen. Hij is altijd een beetje berekend, een beetje nadenken, dan komt hij in één keer weer, dan komt Kwaza. Ja, dat komt er altijd iets uit. Maar ja, dat is ook vechten natuurlijk, het opzetten ervan. Dus dat is hartstikke leuk, man. Ja, zeker. Naast Marijn, jongen, de laatste keer dat jij gevochten hebt was ook bij Boxing Influencers tegen de enige echte Eskimo. Ja, klopt. Wat heb je sindsdien allemaal gedaan, los van het feit dat we allemaal natuurlijk te maken hebben gehad met corona? Sowieso corona. Het was sowieso de afgelopen maanden, het was super zwaar. Normaal ben ik natuurlijk wel DJ als beroep, zeg maar. Ja. En alles was dicht, dus het was... Tijd om te trainen. Ik heb veel getraind, dat sowieso. Ik zie geen coronakilo's bij je, zeg maar. Nee, die zitten er niet aan. Ik ben blij dat ik aan een hoge tafel hier heb, maar was jij er weer? Jij zit weer lekker strak in het pak, zeg maar. Ja, nee, ik heb tegen Eskimo gevochten. Dat was mijn allereerste partij. Ik was eigenlijk helemaal niet zenuwachtig tot de dag zelf. Dat ben ik ook niet zo snel. Ik ben niet zo snel zenuwachtig. Dat was toen die dag toch wel eventjes. Je stond toch voor 3000 man en vechten voor 3000 man. Draaien voor 3000 man heb ik wel gedaan, maar vechten niet. En tegen Eskimo was een zware strijd. Ik heb gewonnen. Maar ik ben blij met de winst. Ik wou even vragen, maar als je 3000 man kan draaien, is het vecht toch hetzelfde? Of ben ik nou Nee, het is toch anders. Maar als je voor 3000 man en opeens doet je mix zich niet. Ja, dan ga je gewoon naar het podium. Dat is apparatuur. Dat doen we gewoon zo. Ja, dan ben ik weg. Ja, dan kan je niet gaan naar die ring. Je weet één op één. Het is aan en je moet er gewoon staan. En toen had ik 5 weken getraind en we zijn nu bijna 2 jaar verder. Ik heb gewoon doorgebokst. In die 2 jaar heb je gewoon door blijven boksen? Ja, ik heb wel door blijven boksen. En ook aardig van de week natuurlijk niet die 7 keer wat... ik doe nu zeg maar 6 dagen in de week, 1 dag rust. Ja. Maar dat heb ik dus niet, gedaan. Maar ik heb wel gewoon 3-4 keer in de week lekker door blijven boksen. Gewoon lekker lesjes meegepakt. En nu eigenlijk de afgelopen 3 maanden zijn we eigenlijk voor aan het voorbereiden al. Dus, je bent echt al volop bezig nu? Over een week of 2 weken zou ik er in kunnen. Er is er eentje klaar hier. Ik heb er zin in ook, dus ik kan niet wachten. Het is een heel leuk dingetje, want we hebben natuurlijk voor de boxing influencers hebben we gewoon heel iets vets bedacht, snap je? En kan je al daar iets over vertellen of nog niet? Ja, ik kan een klein beetje wat over vertellen. We hebben voor het eerst een 4-mans toernooi in boxing influencers. Wauw. Ja, dus dat was wel heel dik. Dus we moeten 2 keer op 1 dag moeten ze boksen. En degene die dan wint is dan zeg maar de kampioen in de divisie 90 kilo. Dus dat maar is dat is ook best wel heftig ook voor die jongens. Want dat doe je ook maar niet zomaar even. Natuurlijk 1 partij is al tot daar aan toe. Ja. Hè, met voorbereiding, maar dan zeg maar 2 partijen. Ja, dat is dus degene wat het zo spectaculair maakt, snap je? Of ze 2 keer zichzelf kunnen opladen.
de blessures, weet je, daar doorheen vechten. Ja. Dat is gewoon een mentale strijd. Ja. Snap je? Hey, Kwasa, als je jou gaat, want jij wil uiteindelijk bovenaan de competitie staan. Heb jij voor jezelf ook al je carrière een beetje bepaald van, dat is mijn aim, daar wil ik naartoe en voor minder ga ik het niet doen, zeg maar? Ja, stap 1 is sowieso nu kampioen worden hier. Ja. Ik wil niet te ver kijken, maar wel de lat iets hoger liggen dan hoort, zeg maar. Ja. Dus we beginnen eerst hier kampioen te worden en vanuit daar kijken we wel verder. Ja, want vechten is over het algemeen, dan heb ik het natuurlijk niet over deze opschepper in zijn verleden altijd, hè, want hij maakt wel de show van. Maar je ziet natuurlijk met heel veel jongens, zoals je nu met Boxing Influence ook ziet, hoe belangrijk je internet en je eigen merknaam ook is. Ben je daar bewuster van geworden? Oh, heb ik iets? Hij weet waarom, ik weet waarom hij lacht, hè. Een binnenpretje. Deel hem even. Nee, ik ben niet zo goed met social media. Daar moet je bij hem niet aan bij aankomen. Nee, inderdaad. Er wordt vaak gezegd door Melvin dat ik wat meer moet posten en doen. Ja. Maar ja, ik zit er nog niet heel erg in die flow. Hmm. Maar ik probeer het wel op te pakken. Ja, maar misschien moet jullie even wat les van elkaar, want jij moet je met hem gaan trainen. Ja, dat is leuk. Marijn, kan jij hem wat tips geven qua social media? Wat zijn nou 1 of 2 kleine dingen wat belangrijk is voor hem om mee te nemen? Hij is veel aan het trainen, dus mensen willen zien wat hij doet. En die willen daar ook in meegenomen worden. Dus echt, ja, gewoon je route naar je wedstrijd bijvoorbeeld. Wat doe je daar allemaal voor? Wat moet je daar? Ja, wat eet je? Wat doe je op een dagelijkse dag eigenlijk? En ja, het klinkt dat je denkt van het is even de tegenaan zetten om het te doen. Ja. Maar als je die content eindelijk hebt, en dan zie je ook dat mensen toch meer je gaan volgen en die gaan je vragen stellen. Waardoor ze je vragen gaan stellen, ga je antwoorden en dan krijg je eigenlijk de samenwerking. Het is net als ochtend cardio. Je moet even wennen, maar daarna ben je het wel gewend. Dat is bij jou toch ook, want je bent gedisciplineerd genoeg. Ja. We gaan het proberen. Ja. Ik zie hier al een klein weddenschap. Zal ik nu even beginnen? Dat mag. Kwasa, en voor Marijn, wat zou je hem, zeg maar, want je hebt aardig wat, ook wat partijen al gedaan. Wat zou je Marijn willen meegeven als tip? Ja, de belangrijkste tip is hier tussen de oren, dat het daar goed zit. En als het daar helemaal goed zit, eigenlijk gaat alles dan vanzelf. Nou, mooi toch? Ja, in principe wel. Bij mij zit het altijd hier goed. Alleen ik heb ook nog een beetje, ik wil toch nog een beetje altijd wat conditie erbij. Want dat is het allerbelangrijkste. Ja, oké. Okay. Mijn brandstof is altijd, je weet toch, ik ga gewoon meestal van 0 naar 100 in een paar seconden. Ja, maar dat is met jou, omdat je natuurlijk ook ondernemer bent en zoveel dingen tegelijk doet. Zelfs in je auto slaapt, ik wil voor de rest niks. maar jij bent altijd zo druk met zoveel dingen, zoveel bedrijven tegelijk. Ja man, maar het is leuk man. Het is een uitdaging om alles zo tot een succes te brengen, snap je? Natuurlijk is het veel, maar ik heb goede mensen om me heen die me altijd helpen. Jij bent er ook altijd, dus ik bedoel, het is gewoon hartstikke leuk. En deze jongens die zijn er ook, snap je? En de influencers proberen de andere jongens te verstevigen. Ja, en dat is iets, kijk, nu, vroeger zei iedereen, ja, hoe kan je dat nou doen? Maar nu dat Floyd Mayweather, iedereen, Victor Belfort, iedereen doet, zeg maar, Jake Paul gaat nu tegen Tyron Woodley. Nou hoor ik niemand meer erover. Nee. Over dat, het is niet goed voor nu mag het allemaal, die sensatie, hè? En nu, ik weet niet of het sensatie allemaal is. Ik denk dat de jongens gewoon, hij traint, je hoort het, hij traint 6 dagen. Wat is het? Ja, hij is nog committed to the job. Wat doet hij dan anders dan Kwasa? Ja. Wat doet hij anders? Ik bedoel, ze doen hetzelfde. En het is ook alweer tof natuurlijk voor de vechters, zoals Kwasa, dat ze wat meer podium krijgen op die manier in samenwerking met, met influencers, of al is het maar even gezamenlijk een stukje media. Ja, maar het is same. Maar ze doen allebei hetzelfde. Dus het einde van de rit, ik kan me nog herinneren dat ik mijn eerste wedstrijd vocht, had ik ook 3 maanden getraind of zo. Hé, ik ging gewoon. Dat is ook nog niet helemaal top. Ja. Snap je? Maar het blijft hetzelfde. Ja. Dus ja, ik vind het alleen maar dapper dat die jongens, omdat ze al daar ergens staan op een platform, dat ze dan toch hun naam willen gebruiken. En dan zeggen, als je dan neergaat, dan moet hij dat ook aanhoren. Precies. Is dat die DJ die neerging? Snap je? Ja. Of niet? Weet je, dat zijn wel ook dingen. Zo moet je het ook bekijken. Snap je? Dus het is niet allemaal één kant op. Het mes snijdt gewoon aan 2 kanten. En dat is gewoon, is gewoon leuk. Dus precies. Ik ben hier gewoon zeer content over. Trouwens, Kwasa, jij bent laatst nog bij Jackie Chan nog even langs geweest, hè? Dat klopt. Hoe ging dat? Ja, volgens mij wel goed. Ga maar even gaan kijken. Vandaag ben ik met Kwasa en ik ben benieuwd hoe hoog hij gaat slaan. Wat denk je zelf? Ik denk 700. Wat denk jij? Ik denk wel 29. Oké, weet je wat we doen? Ja. Als ik er boven sla, doe ik hem. Als ik eronder sla, doe jij hem.
Oké. Is goed. Okay. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Ja, maar... maar oké, dan moet je wel echt je best doen. Ik doe mijn best. Want anders wel een beetje verschut voor de jongens. Ik snap het. Ja? Oké. Ik doe mijn best. Pak je trots maar. Ik ga ze slim, man. Oh, nou, ik vind eigenlijk dat dit niet moet kunnen. Regisseur, wat vind jij? Ja, je hebt het gezegd. Creatief. Ja, oké. Ja, ik vind het gewoon heel slim. We kunnen niet meer teruggaan. Oké, ja, pak maar. Doe een hurdle. Dat is weer een cheerleading sprong. Doe je anders even mee? Ja, als je hem eens laat zien, dan... Ja? Oké, ik leg even Zal ik hem vast de mic neer. Ja, laat ik hem eerst even zien. Makkie. Ja? Oké. Daar gaat hij. Zo dan? Ja, precies. Zo. Ja, zo. Omhoog. Hey! Goed gedaan. Dankjewel. We gaan kijken hoe hoog je bent eigenlijk. Ik was met. Ja, nou ben ik toch wel benieuwd, Marijn. Wie is je tegenstander? Tegenstander is Jamie. Ja? Vorige tegen Sydney. Lijkt me een leuke partij. Redelijk bewegelijk, zag ik. Dus ik heb er zin in om tegen hem... Jamie Doornbos. Ja, klopt. Jamie Doornbos. Ja. Maar je kende hem al wel, of dat niet? Nee, we zaten toen ook bij de vorige keer bij dezelfde lichting. En toen vocht hij tegen Sydney, ik tegen Eskimo. Ja. Wel een paar keer met hem gepraat. Ja, Instagram ook een paar keer, maar niet. Voor de rest ken ik hem niet super goed, maar we kennen elkaar. Maar er was dus verder geen beef, je hebt verder geen fitty met hem gehad of zo. Dus... Nee, dus... er is geen ruzie of geen fitty, maar ja, de 25e minuut die het is. Dan ga je. Dan sta ik er wel en dan zijn we even geen vrienden. Nee, dat zou ik niet doen. Precies. Kwaza, voor jou is natuurlijk wat sneller en rolering in tegenstanders. Yes. Is er iemand überhaupt nog waar je zegt van, daar wil ik graag nog wel een keer een rondje tegenaan? Nee, niet per se. Ik wil ze gewoon allemaal een keer hebben. Toch? Ja, we moeten het hele rijtje afwerken. Ja. Dus we blijven gewoon gefocust en per tegenstander gaan we gewoon verder. Je wil gewoon bovenaan staan, hè? Precies. Je bent gierig, hè? Je wil hem hebben, hè? Ja, sowieso. Kijk, voor hun is het ook leuk. Want hun hebben natuurlijk, eigenlijk dat komt dan weer wel. Hun hebben dan 11 december, dan hebben ze dan een viermanstoernooi. Ja. Degene die bovenaan in die competitie staan, die vechten dan voor een geldbedrag. Snap je? En ja, als je dus bovenaan staat, ja, hij wil bij de eerste vier horen. Dus. En als het goed is, sta je nu. Ik weet niet. Ja, als het goed is, moet ik nu weer een beetje omhoog gaan. Ja, gewoon het laatste. Hij is heel erg confident. Hij is nou de nummer 3, want echt? Hij heeft één wedstrijd nog niet gevochten. Maar hij is nou nummer 3. Okay. Dat is wel leuk. Ja, ben benieuwd. Hey, en het viermanstoernooi, is dat al bekend wie dat exact zijn? Ja, de jongens die al een keer hebben gevochten natuurlijk. We doen dit natuurlijk wel met jongens die al een keer de ring in geweest zijn. Dat ze in ieder geval al de ervaring gehad hebben. En dat ze het ook aan kunnen. Dus Marijn, Sydney, Jamie en Henny. Ja. Dus, en dan kunnen ze er ook gewoon aan. Oké. Dus ja, het wordt spannend. Ik ben benieuwd, dus je mag misschien twee keer aantreden. We gaan twee keer aantreden. Ja, dat is een scherp antwoord. Dat is een scherp antwoord. Ja. Ben benieuwd. Hey, super. Heren, allebei succes met voorbereiden. Yes, en we hopen dat jullie een beetje heel blijven. En dat het goed mag komen. En we hopen dat er een hoop spektakel gaat komen. Moet. Vuurwerk. Ja, wat zin in, denk ik. Dus. Moet. Dames en heren, tot zover deze aflevering van The Punch. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben, oftewel abonneer op het kanaal van The Punch. Of volg ze ook op de Instagram natuurlijk, want we gaan natuurlijk ook mooie prijzen weggeven. Onder andere 5000 tokens van Funds Crypto. Jawel, het kan allemaal. Dus zorg dat je in ieder geval alles volgt en liked en abonneert. Dan weten we zeker dat het goed gaat komen. Bedankt voor het kijken. Dit was hem weer en graag tot de volgende keer. Hoi. Yeah, this here is all about my wife, my kids, the life that I live. Through the night, I was his, it was right what I did. My ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulations, my heart, my balls, my mother, my father. I love him, I hate him, wish God I didn't have him, but I'm glad that he made him. The roaches, the rats, the strays, the cats, the guns, knives and bats. Every time I say, this is what you hear and listen. The dark, the light, my heart, the fight, the wrong.